Komende zaterdag staat voor PSV A1 de wedstrijd om de Supercup op het programma. Tegenstander is Feyenoord en de wedstrijd wordt gespeeld op Varkenoord in Rotterdam. Afgelopen dinsdag speelden de mannen van Pascal Jansen een oefenwedstrijd. En wel tegen Alemannia Aachen. Dit is Clint Leemans. Dani van der Moot nog, maar die stond buitenspel. En zo geen treffer voor PSV A1. Een goede redding op die aardige inzet van Leemans. Mahmoud, hij samen op het middenveld met diezelfde Leemans en Rai Vloed. Aan de buitenkanten de heren Junior. En aan de andere kant Moussa Sano. En hier gaat hij nogmaals een keer, Junior. De actie wordt iets te ver doorgedreven. Dan lijkt dit niet op een hoekschop. PSV krijgt hem wel en dus de lange mannen mee naar voren. Hermansson en De Wijs. De trap is van Mahmoud. Achterin Hermansson en daar is Jordi De Wijs. En zo leidt PSV tegen het team van Alemannia Aachen onder 19 met 1-0. Goed werk van Hermansson. En De Wijs hoeft zijn hoofd alleen maar tegen die bal te zetten. Ziet ook zijn vader daar, Edwin De Wijs, trainer van PSV C1. Sano, want PSV is heer en meester en opnieuw een hoekschop. Natuurlijk, De Wijs weer mee naar voren. Ook Vloed is daar met zijn lengte. Kan natuurlijk gevaarlijk zijn uit die hoekschop van Leemans. En dat is hij ook, want hij scoort de 2-0. En dat is een juiste afspiegeling van de krachtsverhouding in die eerste helft. Torent daar boven zijn directe tegenstander uit en kopt de bal in de kruising. Dit is hem, Pascal Jansen, de nieuwe trainer van PSV A1. Heeft het stokje overgenomen van Philip Cocu. Junior in de tweede helft. Gaat nog maar eens een actie aan. De voorzet en de inzet van Hibat. In de rust in de ploeg gekomen voor Dani van der Moot. Ryan Hibat begon die tweede helft in de spits. En is meteen dicht bij een treffer. Hier is hij weer, Hibat. Houdt zijn directe tegenstander lekker bezig. Maar twee man lijkt te veel. Maar krijgt de bal zomaar terug. Ryan Hibat, de voorzet met links. Kenneth Paal, een andere invaller. Leemans, Rommens, lekker schot op de paal. Hibat dan nog. Maar hij staat buitenspel en dit is de man van de goede inzet. Olivier Rommens. Junior. Rommens, mooi paasje op Leemans. Wordt dit dan de derde voor PSV? Jawel, Clint Leemans in de verre hoek. 3-0, het bedankje voor Olivier Rommens. Dit is een uitstekend paasje. Goede loopactie. Kortom, een prima goal. Rommens. Invaller Wouters. En Junior heeft nog niet gescoord. Verdient wel een doelpuntje. Is er hier kort bij. Maar het schot is iets te wild. En gaat over het doel. Van Vlerken. Hij in de tweede helft centraal achterin. Naast Jordi De Wijs. Paal. Wouters krijgt alle tijd, probeert het van heel ver, Niels Wouters. En dat is een mooie goal. 4-0 wordt het nog voor PSV A1. Een dik verdiende overwinning op Alemannia Aachen. Komende zaterdag is het dus voor het Echi in Rotterdam tegen Feyenoord.